Ken of ben je iemand met kanker? Jammer genoeg is de kans groot en dan is het maar te hopen dat dat rotbeest snel overwonnen wordt. Maar niet iedereen heeft evenveel geluk, zoals Jelena bijvoorbeeld. Die is vorig jaar haar vader verloren na een korte maar zware strijd tegen een hersentumor. We hebben een mailtje gehad van haar best friend Letitia en die zou willen dat Jelena eens een dag zonder zorgen meemaakt. En dat gaan wij fixen. Dag Jelena. Hey. Hallo. Sorry dat ik je zo kom overvallen met al die camera's. Hallo. Ik ben Jolien, ik ben van Q-Music en ik heb een boodschap voor jou. Oké. Van iemand die je wel gaat kennen, denk ik. Oh, dat. Dag lieve Jelly. 2021 was echt een kutjaar. Je hebt je papa moeten afgeven, je dikke vriend. En door een stomme hersentumor is daar een einde aan gekomen. Ik bewonder ontzettend hard jouw kracht en jouw positiviteit. Jouw papa zou echt zo fier zijn. Vandaar dat ik jou vandaag eigenlijk eens extra in de bloemetjes wil zetten, omdat jij dat verdient. Ik vertel jou absoluut nog niet wat we gaan doen. Ik weet dat je misschien zenuwen hebt, maar het komt allemaal goed. Ik hou van jou. Oh, maar zo lief. Lief, hè? Oh, nu ben ik even niet. Wat een toffe beste vriendin had jij. Echt waar. Dat betekent zoveel voor mij. Wat denk je dat we gaan doen? Ik heb geen idee. Nee? Nee, totaal niet. We zullen anders eens beginnen met ze erbij te halen, of niet? Ja, is goed. Leuk. Oh, kom eens hier, dat ik je vastpak. Wow, tof. Jelena, is uw mama ook thuis? Ja, dat is mijn mama. Komt jij mee met ons? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, dat is goed. Kom jij maar mee. Oké. Okay. Wat is er vorig jaar allemaal gebeurd? Hoe was dat voor u? Goh, dat was een heel gevoel van emoties vooral. Hè. Je zag dat totaal niet aankomen en ik ben denk ik ook wel iemand dat ook sterk voor mijn familie wil blijven. Maar daarna heb ik gemerkt dat ik wel volledig gecrashed ben ook. En wanneer? Want het is allemaal heel snel gegaan, het verhaal van uw papa. Ja, zes maand, denk ik. Zes maanden ja. Tijd, ja. Ja, in oktober zijn we te weten gekomen. 13 oktober is hij geopereerd geweest. Ja, inderdaad. Een eerste operatie gehad van een hersentumor. Maar daar is hij eigenlijk goed van afgekomen. Tot dan, rond mijn verjaardag, rond 12 april, ging het eigenlijk volledig achteruit. En dan heeft hij mijn MRI-scan nog genomen. En dan... zijn we ook te weten gekomen dat het echt volledig uitgezaaid was, de hersentumor. En dat heeft eigenlijk 6 dagen geduurd. Hoe was die laatste dag dan? Hoe heb je die dan meegemaakt? Ja, die laatste nacht eigenlijk hoorden we constant stoppen met ademen. En dan terug ademen en dan terug stoppen met ademen. En dan ben ik opgestaan en ik zei, mama, ik heb je nog zo even wakker proberen te maken. Van, het gaat hier echt elk moment gedaan zijn. En dan heeft hij echt zo'n laatste zucht nog gedaan en is hem zo overleden. Ja. Maar wel thuis, bij de mensen die zeggen bij de mensen dat ze hem graag zijn. Daar zijn we wel heel blij om. Hè? Ja. Ja, want maar ik sta nu wel anders voor eigenlijk in het leven. Ik voel me zoveel positiever en ik heb zoiets van, kom, het leven gaat door. En ja, geniet van elke dag eigenlijk. Ik denk ook omdat we beseffen zo van dat het op ene keer kan gedaan zijn. Dat dus dat leven niet eindeloos lang is en dat het op ene keer kan gedaan zijn. Leven hangt aan een zijde draadje eigenlijk. Ja. Als iemand zegt, wilde jij morgen een tatoeage zetten, zou ik het gewoon doen, bij wijze van spreken. Ja, echt zo, leef gewoon je leven. Als je er iets zin in hebt, doe het gewoon. Excited? Ja! Ik verwachtte dat! Ja, ik verwachtte dat! Wanneer komt ons klapperend haar? Blijkbaar waren jullie al van plan om dat te doen, zo'n helikoptervluchtje, heb ik vernomen. Ja, inderdaad. Vertel eens. We waren dat sowieso al van plan. Ik had dat als cadeau gegeven voor mama en papa, voor hun 25 jaar huwelijk. Maar het is er nooit van gekomen eigenlijk, hè, door lockdown en dan papa dat ziek werd. Ja. En had het moeten uitstellen. Ja. Dus, en zijn we blij dat het er alsnog van gaat komen? Ja, sowieso. Ja? Ja? Ja, echt wel. Met papa in onze gedachten dan wel. Ja. Hij gaat erbij zijn, sowieso, hè? Ja. In de lucht. Ja. Oh, sowieso. Het gaat prachtig zijn. Dat snap ik, dat is logisch. Vandaar ook de helikoptervlucht, hè? Om er toch ook iets speciaals van te maken. Omdat ik weet dat jullie dat sowieso gingen doen. En dat het emotioneel moment ging zijn, omdat dan zonder de Rudy
Dus ik wou dat ook wel graag met jullie delen. Lees. Ja, dit van me. Dat is echt heel graag gedaan. Ja, je hebt precies nog niet veel een camera vast gehad in je leven, hè? Nog nooit. Nog nooit? Nog nooit. Allee, ik weet niet of dat werkt. Wat kom jij hier? Ik zoom wel heel graag op je hoofdje, maar... Ja? Ja? Heb je een zorgeloze dag beleefd? Ja. Toch wel. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we die in schoonheid afsluiten met iemand die heel belangrijk is voor jullie. Namelijk onze cameraman Steven. Want we hebben mooie momenten beleefd daarjuist. Eentje uit een miljoen. En ik meen het. Of ze meent het. Oh. Jullie hebben mij iets aangedaan. Mannetjes. En was jullie niet opgevallen dat je er echt geen zak van kan? Ik had hier op mijn schoot gezet, die camera, zoals het naar hun aan het filmen was. Oké, we gaan niet ineens starten. Ja, vertel een keer waar jullie zo fan geworden zijn van Meteor. Op echte eigenlijk, ja. Ik heb dat tickets gekregen van via mijn werk eigenlijk. En ja, natuurlijk nodig mijn beste vriendin uit. En dat was ook het eerste wat we hebben gedaan nadat haar vader is overleden. En na het corona eigenlijk. Echt het eerste ding dat we echt samen hebben gedaan. En waar dat je eigenlijk volledig... dezelfde terug kon zijn. Ja, voilà. Wat nou als ze steekt dat ze morgen gaat? Ze meet. En wat als ik nog wil, ben ik dan te laat? Ze meet. Onze is nog niet weg. En ik word hier al gek als ik denk dat alles voor niets was. Wat nou als ze zegt dat ze morgen gaat? Ze meet. Ook al gaat het goed, dan denk ik nog dat zij niet blijft. Ja, ook al gaat het jaren goed, dan denk ik nog dat zij niet blijft. Wat nou als ze zegt dat ze morgen gaat en ze meent. En wat als ik nog wil, ben ik dan te laat, want ze meent. Ik denk dat er drie goed gaan slapen vanavond. Ik wens iedereen een beste vriendin zoals Letitia, een warme familie zoals Jelina. Blijf gezond, blijf lief zijn voor elkaar. Blijf pretty shining people.